Ja, beste kijkers, de meivakantie is voorbij. En wat was die mooi, hè? Maar einde van deze vakantie betekent een nieuwe aflevering van Campus in Beeld. En dit keer een item over Koningsdag, een item over de dodenherdenking, maar we beginnen met een verslag over flyeren. Ja, we staan hier voor de HAN, want we hebben vernomen dat wij gewoon minder populair zijn op de HAN dan op de RU. En dat kan natuurlijk niet, dus daar moeten wij iets aan gaan doen. Ja, we gaan er zeker wat aan doen. Wij gaan hier flyers uitdelen in de hoop dat mensen ons beter hier gaan leren kennen. En dat wij ook mensen van de HAN weten te werven voor onze redactie. Ja, en dat gaan we natuurlijk niet zomaar doen, want we gaan er een beetje competitie in brengen. We gaan kijken wie de meeste flyers kan uitdelen. Ja, dus het lijkt me wel duidelijk wie er gaat winnen. Toch of niet, Miguel? Dat is inderdaad heel duidelijk, Koen. Ik ben flyers aan het tellen, want we beginnen allebei met 100 flyers. En wie er aan het einde de minste heeft, die heeft natuurlijk gewonnen. Ja. Nou, succes, Koen. Ja, jongen, succes met verliezen, hè? Hoi, mag ik jullie foldertje aanbieden? Het is 4, hè? Niet schrikken. Ken je Campus in Beeld? Nee, ken ik niet. Ik kijk geen Campus in Beeld, nee. Nou, wij zijn een studententelevisieprogramma voor de RU en voor de HAN. Allemaal kijken. Zo goed kan het toch niet gaan, mijn Koen? Ik kijk nou naar die jongen. Ik moet nog meer folders kwijt. Ik moet vals spelen. Ik heb een foldertje aan. Alsjeblieft. Hoi, mag ik jullie flyer geven van Campus in Beeld? Hey ook, eentje. Ik ben nog steeds op zoek naar een ruimte waar veel mensen zijn. Ik wil er niet echt werken, maar ik doe nog steeds mijn best. Hey, Miguel is van de Smieg. We hebben hier niks aan. Kijk, hier zijn mensen. Ze willen vast een flyer van mij. Hey, dat is niet. Hoi, willen jullie een flyer van Campus in Beeld? Niet eens een flyer, hè? Jij trapt mij aardig goed. Ja, Melk, ik ben er bijna doorheen, zie ik. Ik heb niet meer zoveel dan jij. Ik ook niet. Hoeveel heb je er nog? Nee. Kennen jullie Campus in Beeld? Kennen jullie Campus in Beeld? Jij wil ook een foldertje, toch? Ik heb al met 2 flyers en ik zie daar een groepje mensen, dus ik ga er snel heen, want ik ga lekker binnen. Oh, dit gaat best goed, ik moet er nog een paar. Nu ik daar Koen is. Hoi, we zijn van Campus in Beeld studententelevisie. Het staat op deze flyer. Nou, ik heb dus mijn laatste flyer aan deze groep hier uitgedeeld. Dat betekent dat ik gewonnen heb, dus ik ga Miguel maar even snel opzoeken. Oh, jullie zullen hem hebben. Ik ben van mijn flyers af, jongen. Nee, niet. Ja, ik heb nog niks meer. Je voelt zich echt kut. Ik vind het mooi. Wat krijg ik van je? Helemaal niks. Zo niet? Nee, flyers. Nee, jongen, ik heb er genoeg gehad. Het is niet eerlijk gegaan, of wel? Zo, jongen, ik heb ze allemaal gewoon uitgedeeld en jij ook. Ja. Eerlijk gewonnen, jongen. Ik krijg nu gewoon een katje pils van je. Dat hadden we niet afgesproken. Jawel, dat hadden we net tussendoor bedacht, toch? We zoeken nog mensen voor op onze redactie van de HAN. Dus als je leuk hebt te filmen, te presenteren of te monteren, neem een kijk op de site, stuur een mailtje. Er is hier ook helemaal niemand. Nou, hopen dat dit flyer ervoor zorgt dat we nieuwe mensen van de HAN werven voor in onze redactie. Nu gaan we door naar het volgende item, waarin we kunnen zien hoe onze redactieleden Koningsdag vieren. Het is vandaag Koningsdag en dat betekent dat er door het hele land activiteiten zijn. Wij vroegen ons af, waar vieren de studenten uit Nijmegen nou eigenlijk Koningsdag?
Wij staan in Nijmegen en daar was natuurlijk ook heel veel te doen. En daar zijn ook mensen van de redactie. Hey Miguel, ik ben nu buiten op de Molenstraat en ik ga zo naar mijn lijn toe. Koningsnacht! Yo Miguel, ik ben hier in Nijmegen, man. Dat is helemaal insane. Hallo! Hey! Hey! Hey. Ja. Yo, het is buiten vreselijk weer, dus ik dacht ik ga even naar binnen. Dus ik heb deze kerk opgezocht en ik kwam deze mooie vleugel tegen. Dus ik dacht, ik ga gewoon wat spelen voor onze koning. Dus Willem, deze is voor jou. Koningsdag begon natuurlijk heel vroeg vandaag met allerlei rommelmarkten en kindermarkten. En daar was Jesper in Limburg. Nou, daar zijn we op de kinderfantasiemarkt. Het is de bedoeling dat we hier rijk van gaan worden. Inmiddels heb ik 20 euro verdiend. Het is nu 8 uur 's ochtends. Ik zit hier al 3 uur. Wacht. Alles is gratis. Pak het maar. Hup. Allemaal gratis spullen. Gratis. Yo Miguel, ik sta hier op Nassau Festival in Amsterdam, Olympisch Stadion. Super vet hier. Hey Miguel, ik ben vandaag in Arnhem met mijn vriendin op stap. En we gaan lekker een feestje bouwen in een bioscoop met techno. Hallo Miguel, wij vieren de verjaardag van onze vorst. Hoera! Hoera! Hoera voor de koning! We eten. Ah, ik ga deze middag eventjes flink dansen doen, flink van de muziek genieten. Meneer Martin, we gaan een mooi feestje maken, kom op dan. Ja, hartstikke leuk allemaal, maar volgens de les gaat er gewoon niks boven Groningen, toch? Hey Miguel, mijn verhuizing is afgelopen, dus ik ga beginnen met echte Koningsdag plannen. Ik ga naar Groningen, ik ga mijn vriend verrassen. Maar daar komt mijn bus al, dus ik moet gaan. Doei! Ja, het begint inmiddels te regenen hier. En dat was eigenlijk ook al wel een beetje voorspeld. Dus ik ga hier lekker droog staan. Regen mag de pret niet drukken.
Dit was Koningsdag 2016. Heel veel plezier. Wij gaan ook nog eventjes door. Doei doei. Ik ben kapot. Ik ben helemaal back up, jongens. Aju. Het is over. Het is echt over. Zeg maar dag. Dag. Dag burgers. Dag burgers. Dag. We konden goed zien dat Koningsdag ervoor zorgt dat mensen bij elkaar komen. En er was nog een reden in deze vakantie om bij elkaar te komen, namelijk voor de dodenherdenking. Wouter stelt de vraag of een dodenherdenking nog steeds nuttig is. Ik ben hier in het Oorlogsmuseum in Overloop, waar vandaag wordt stilgestaan bij de vraag hoe we vandaag de dag moeten herdenken. En dat gebeurt onder andere door studenten uit Nijmegen. Binnen nu en 40 jaar kunnen we wel stellen dat ongeveer iedereen die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt er ook gewoon niet meer is. En dan zullen we het moeten doen met onze verhalen, met uw verhalen. En wat is dan de kracht van zoiets als 4 of 5 mei nog? Of wat blijft de kracht daarvan? Blijft het nog? Of verdwijnt het misschien wel helemaal? U heeft het over dat u dankbaar bent voor mensen die gevochten hebben voor uw vrijheid en dat u zich daar dankbaar voor voelt, omdat u daar die mensen op wil herdenken. Maar dat roept dan wel de vraag op, hoe zit het met de mensen die niet voor uw vrijheid hebben gevochten? Want de vraag is wel, wie herdenk je op doden herdenken? Herdenk je ook slachtoffers die gemaakt zijn gewoon burgers? Herdenk je ook Duitsers? Herdenk je SS'ers? We moeten ons wel realiseren dat zelfs de SS'er, die in onze ogen veel kwaad heeft verricht, slachtoffer was van een indoctrinatie van een gebeuren als gevolg van de Eerste Wereldoorlog. Dat is, wil ik alleen maar zeggen, dat ook de Duitsers slachtoffer waren van de Tweede Wereldoorlog. Je wordt gedwongen door commercie, je wordt voorgelogen en je trapt ergens in. Wie is echt vrij om te kiezen? Dat is een vreselijk dilemma. Hoe heb jij deze meeting ervaren? Een beetje dubbel. Ik vond het heel fijn om erover te praten. Ik denk ik wat meer inhoud gemogen. Maar anderzijds vind ik het heel prettig dat we er met elkaar over kunnen praten. Can you tell us something about how you experienced the meeting? It's nice actually to talk about this, to try to remember the sword and the war and what happened there. But I already told them about that. I think it's difficult to let the new generation to remember this. Actually, I think the people just they want to have a chance to celebrate or to cheer. But because I lived the war, and I think yeah, I will remember the war, and I know what happened, and my children maybe they will remember a little bit, but them children I don't think they will feel anything about this. Waarom hebben jullie dit debat eigenlijk georganiseerd? Nou, wij vinden het belangrijk met onze organisatie dat we ook stilstaan bij wat mensen nu eigenlijk willen. En 4 en 5 mei is toch wel een hekelpuntje soms. Dat zien we ook dit jaar weer opnieuw. En ja, wij willen eigenlijk ook gewoon weten wat mensen, verschillende groepen eigenlijk daarvan vinden. Niet alleen jongeren, want wij gaan natuurlijk veel om met jongeren. Maar ook de ouderen en de andere generaties. Is het nog relevant? Wat doen we ermee? Ja, nou, ze hebben we verschillende mensen een beetje een mening gegeven. Ben je tevreden met wat eruit is gekomen? Ja, ik vond dat we heel veel verschillende meningen hebben gehoord eigenlijk wel. Ook wel heel veel zelf natuurlijk, heel veel mensen die het eens zijn. Ik zei al, ja, je hoorde het vaak, het is een idealistisch groepje natuurlijk wat hier zit. Maar ik denk dat we wel ook verschillende kanten hebben gehoord van het verhaal. Ik ben ook blij, er kan natuurlijk geen oplossing zijn. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat we nu weer een beetje een nieuwe input hebben voor wat wij er ook mee kunnen doen. Ja. Nou, dat was een geslaagd debat waarbij jong en oud goed vertegenwoordigd waren.
En we zullen zien hoe de denkingen in de toekomst vormgegeven zullen worden. Dit laatste item zorgt voor genoeg stof om over na te denken. Dit was het weer voor deze week. Maar volgende week zijn we er gewoon weer. En volg ons in de tussentijd via Instagram, via YouTube, via Facebook, via Twitter. Maar natuurlijk ook via onze site www.campusinbeeld.nl. En wil je nou op de hoogte blijven van de evenementen die in Nijmegen plaatsvinden, ga dan naar 024.nl. En dan zien we jullie weer volgende week.